Fietsers en voetgangers kunnen het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nieuwert de Aa morgen weer oversteken met een pontje. Bijna 3 weken lang moesten ze iets anders verzinnen omdat de veerdienst stil lag sinds het dodelijke ongeluk. Kort na de aanvaring die Henk Plomp het leven kostte, werd gezegd dat het pontje heel snel weer zou gaan varen, al na een paar dagen. Later werd dat een week, maar uiteindelijk duurde het dus bijna 3 weken. En we gaan naar Jilda van op Zeeland. Jilda, waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, het vinden van een vervangende pont is gewoon nou echt best wel lastig. Ja, als je een kapotte auto hebt, dan ga je naar de garage en je krijgt een andere auto mee. Maar ja, de meeste pontjes in Nederland zijn gewoon in de vaart. Dus ja, waar haal je dan als Rijkswaterstaat zijnde een pont vandaan? Nou, hierachter ligt de Neptunus 1. Die hebben ze gevonden in de buurt van Os. Deze voer op de Maas, alleen in het hoogseizoen. Dus nu kunnen ze hem tijdelijk even lenen. En daar zijn de inwoners van Breukelen en Nieuwert de Aa maar al te blij mee. Het ongeluk op het Amsterdam-Rijnkanaal is alweer 3 weken geleden. Sindsdien vaart er geen pontje tussen Nieuwert de Aa en Breukelen. Daardoor moeten veel scholieren een eind om fietsen naar school. Bij het Broklede College zijn ze dan ook blij dat de pont morgen weer gaat varen. Ja, hoeven we niet meer om te fietsen. Zo'n 40, 45 kinderen en docenten maken gebruik van pontje. En ja, iedere morgen is het voor hen een enorme omtocht. Want ze moeten nu heel ver om gaan fietsen. Het is een kwartier, 20 minuten verder. Over de Hoge Brug, en dat is best ook een gevaarlijke brug. Dus we zijn heel blij dat het pontje weer in de vaart gaat komen. De 56-jarige schipper van de pont kwam bij het ongeluk om het leven. Veel scholieren kenden hem goed. Ze zullen morgen dan ook met gemengde gevoelens op de pont stappen. Nou, het is toch wel een raar idee dat die man, zeg maar, die is dan omgekomen. En dan ben je toch wel een soort van bang dat er dan ook iets met jou gebeurt. Het lijkt me wel eng, zeg maar, om dan weer voor de eerste keer op te stappen. Iedere morgen staan wij met de schoolleiding ook bij de entree van de school. En we weten welke kinderen daarvan met het pontje gebruik maken. Dus we zullen even vragen hoe het gegaan is. We houden ze een beetje in de gaten in ieder geval. Hilda, morgen gaat er dus weer een pontje varen. Je staat er inmiddels op, zie ik. Waren er eigenlijk nog aanpassingen nodig? Ja, er waren een heleboel aanpassingen nodig om dit pontje gereed te maken voor het Amsterdam-Rijnkanaal. Nou, ik ben geen botenkenner, maar gelukkig heb ik Willem Wouters van Rijkswaterstaat naast me staan. Ja, wat moest er allemaal gebeuren om dit pontje gereed te maken voor het Amsterdam-Rijnkanaal? Nou, het pontje was inmiddels uit de vaart, omdat hij alleen in het zomerseizoen voer. En dus moesten de motoren weer in orde worden gemaakt. Alle veiligheidsmiddelen zijn aangelopen. De radar is weer in orde en alle certificaten zijn afgegeven door de inspectie dienst verkeer en waterstaat. Ja, want het is erg druk op het Amsterdam-Rijnkanaal. Jullie moesten ook echt zoeken naar een specifieke pont die aan jullie veiligheidseisen zou voldoen. Hoe zit het dan precies met 2 motoren? Ja, het Amsterdam-Rijnkanaal is een druk kanaal. En een aantal jaren geleden hebben wij de A daarom ook uitgerust met 2 motoren. Om te zorgen dat die niet stil kan vallen en je veilig aan de kant kan komen. Nou, pontjes van dit formaat hebben dat vaak niet. En dit is een van de weinige pontjes die ook 2 motoren heeft. Nou goed, dit pontje is in bruikleen. Hij hoort eigenlijk in de Maas te varen. Wat nu als hij straks weer terug moet? Nou, nu het pontje weer in de vaart is en de mensen kunnen overvaren, gaan wij met alle inzet die we kunnen doen zorgen dat de A weer gerepareerd wordt en weer in de vaart komt. Nou, laten we hopen dat dat snel gaat lukken. Ja, Hilda, nu dus dat tijdelijke pontje, maar dat ligt nog in Nichtevecht. Hoe kan dat als het morgenochtend al in de vaart moet zijn? Nou, het is nu donker, jullie kunnen het niet zien. Maar gewoon als je hier het hoekje omvaart, dan zit je eigenlijk al op het Amsterdam-Rijnkanaal. Dus morgen vroeg, pak een beetje 7 uur, dan vaart dit pontje naar zijn oude vertrouwde plek. En dan morgen vanaf 9 uur kunnen de mensen gewoon weer aan boord gaan. Hilda van op Zeeland, dankjewel.